Deze video wordt niet gesponsord door een bedrijf, maar door Koen. Echt? Ja, want jij hebt namelijk... je bent eigenlijk mijn baas. Ja, dat sowieso. Ja, ja. We hebben een nieuwe website. Je meester. Ik trek zo mijn leren pakje weer aan. Wij hebben een nieuwe webshop genaamd GameKoning.nl, waarop je alles kan kopen op het gebied van games, consoles, accessoires, alles. En? FIFA 21. Dat valt onder games. Maar wil jij FIFA 21 pre-orderen? Ga dan naar GameKoning.nl, onze nieuwe site. Als je het niet wil pre-orderen, ga er alsnog heen. Kijk even rond. Ja. Laat weten wat je ervan vindt. Ja. En dankjewel. Ja, en als je nou FIFA hebt pre-orderd, doe even @GameKoningShop taggen op Instagram. Dat vinden we leuk, want dan zien we dat jullie FIFA hebben gekocht. Ja, en dan hebben wij weer gratis reclame. Ja. Dames en heren, welkom bij een nieuwe Among Us video met de bankzitters en Chesto. Ik heb het al vaker gezegd, Chesto is een schatje. Check zijn kanaal uit via de beschrijving. En abonneer hier op FC Roelie. Wij hebben net een heerlijke video opgenomen op Koens kanaal. Ik weet niet of jullie die al eerder hebben gezien of niet. Maar is de moeite waard. Zo, ik weet dat nu een paar mensen naar onder zijn. Een paar mensen naar boven. Koen staat hier een scan te doen. En die gaat mij of killen of niet. Want ik zie die scan niet. Maar het kan ook zijn dat de visible tasks uitstaan. Dus dat je dat allemaal niet ziet. Zo'n scan en noem het allemaal op. We gaan het meemaken, dus Koen. Hè? Oh niet. Oh mijn god. Hoe weet Koen dat ik hier ben opgesloten? Het is Koen. In het hoekje. In het hoekje. Nee, Koen. Nee, Koen. Oké, het is open. Hij gaat het nu alsnog doen, of niet? Ik ben bang. Ik ben bang. Oké. Deze is kut. Die duurt heel lang. En vaak word je gekild terwijl je het doet. Oké, we hebben hem. Even op security kijken. Ik zie Koen. Ik zie Chesto. Ik zie Rob. Ik zie Mattie daar liggen. Dus ik kan hem nu reporten. Maar ik kan ook een call doen. Ik zag... Dat ik wel. Godverdomme, ik was net met downloaden. Oké. Okay. Ik keek op security en toen zag ik Mattie van lichaam, of het lichaam van Mattie liggen in, tussen shoots en navigation in. Oké, okay, maar jij stond bij randje security. Had je hem eerder op die camera al gezien? Ik deed security camera checken. Oké. Okay. Toen heb ik snel die task gedaan en toen ben ik doorgelopen. Oké. Stond er toch al. Dan ben jij het niet, want jij stond aan de andere kant. Roel, ik ben het ook niet, je hebt mij zien met de scanner. Koen is het ook niet. Nee, ik heb Raoul toen ik naar security liep, de eerste Rob keer stond, heb ik hem Rob stond volgens mij, Rob liep volgens mij admin in. Nee, Koen kwam met admin lopen. Op dit moment sta ik in admin met Milo. Ja, okay. Ik stond in admin en sta ik in cafetaria. Oké, maar je kan dus venten Milo. Het is Milo of Rob? Ik ben het sowieso niet, ik ben helemaal niet rechts geweest. Ik was het zeker niet. Ik ben echt niet rechts geweest. Ik heb de licht op een gegeven moment gefixt. Toen was ik met Milo in Electrical. Toen waren de deuren links, dicht. Ja. Dus waren Milo en ik samen in Electrical. Ja. Toen ben ik naar links gegaan. Lower Engine, Security, Upper Engine, Cafetaria. En Milo is van Electrical naar rechts gegaan. Ja, naar Admin. Ja, daarna meteen door. En toen kwam Koen er naar binnen lopen. Dus zou Koen... Waar ligt hij? Hij ligt rechts onderin, hè? Nee, hij ligt letterlijk bij die vent volgens mij. Rechts in de gang, zeg maar. Het zou kunnen zijn dat Koen daar vandaan kwam lopen en toen via Stories naar admin binnen kwam lopen. Dat kan. Nee, want Roel heeft met een match. Nee, Koen is het sowieso niet. Koen, toen jij in admin kwam, stond Milo daar of niet? Milo stond toen te kijken op die map. Maar hoe kan jou niet de matchscan hebben zien doen? Want die visual tasks aan haar. Blijkbaar wel. Nee, hij stond uit, maar ik weet wel dat Koen het was, want zijn taakje ging weg en erbij. Ik zei nog letterlijk in mijn video van, volgens mij stond het uit. Wie stond in admin? Ik. En Koen kwam met binnen lopen. Dan is het toch Chesto of Roel? Dan kan hij toch gevent zijn. Het is niet dat meneer gevent zijn. Als Roel het is, dan zou het bizar zijn. Ik heb een minuut met Roel in elkaar gestaan. Ik heb Raoul ook gezien in Reactor. En Raoul heeft mij in security gezien. Zo, het is één stem trouwens. Alleen voor Chesto of Skip Voting. Ja, okay, voor de zekerheid. Let op Milo en Rob. Want Chesto, ik weet dat jij niet bent. Koen, ik weet ook dat jij niet bent. Want Koen, ik stond in Reactor. Of Raoul stond in Reactor. Oké, we zijn weer gemute. Ik kan direct naar licht toe lopen. Want licht gaat toch gesaboteerd worden. Dan ga ik wel gewoon mijn electrical task doen. Dan kan ik in ieder geval... daarna licht fixen als dat uitgaat. Oxygen uit. Oké. Ik moet die Milo of die Rob betrappen. Oké, zij staan in elkaar. Het is lastig. Ik kan nu zomaar gekild worden. Alleen het is nu te dicht op elkaar. Goede imposter zou nu nog niks doen. En dan is het bijna voorbij met de task dan. Dan gaat het heel hard. Dus... Ja, het is Chesto of Rob. Ik wil het precies hetzelfde gaan doen. Het is Chesto of Rob. Ik kan het niet zijn geweest, want ik heb... Chesto is constant alleen geweest. Wie moet er nog taken? Chesto is constant... Ik moet alleen nog mijn data uploaden in admin en dat was ik aan het doen. En toen ik moet de wiring fixen bij admin. Volgens mij ook niet heel veel meer, maar ik weet niet of dat admin... Ik heb Milo Tas zien doen en volgens mij Roel ook. Maar wie heeft mij... Iemand heeft mij... Volgens mij... Iemand heeft mij een webcam. Volgens mij Koen. Overdacht, ik zeg volgens mij. Nee, maar jij zegt, jij zegt, volgens mij heb ik hem mijn tas zien doen en jouw veronderstelling is dan, je ziet hem staan en er komt toevallig een
een streepje bij. Maar het kan ook Chester of ik zijn die aan de andere kant van de ja, maar ik heb echt dan toe lang bij weapons dan op twee keer een rolf misklikken. Maar bij Nilo heb ik er echt drie gezien. Ja, ook eens gezien. Ja. Maar, ik vind Chester verreweg het meest verdacht, maar ik vind het weer zonde om hem weer eruit te stemmen, net zoals Rob net. We kunnen beter die task van admin doen. Ja, ja, ik ben klaar met mijn task. Kunnen we zien dat het Robby is? Ja. Nee, ik heb jullie zitten kijken en op een gegeven moment waren jullie met z'n drie in navigation en was Chester in zijn eentje links. Ja. Toen ging ik naar navigation toe, want ik had daar een task en toen kwam ik jullie daarna weer met z'n drieën tegen, zag ik jullie op de security beelden bij admin. En vandaar dat je ons niet kon killen. Nee, toen dacht ik van, oké, zij zijn de hele tijd met z'n drieën bij elkaar, dus er gebeurt niks, dus het zal een van die drie zijn. Maar dat jij zat op security? Daar ben ik geweest, nou, ik weet en nu was ik... Van Koen weet ik het 100%. Ik denk Raoul, maar ik weet het niet zeker. Dus ik denk Chesto, maar laten wij gewoon lekker die task in de admin gaan doen. Ja, laten we die task in. Roel en Rob moeten nog in de admin, hè? Ja, oké. Blijf een beetje uit elkaar staan, dat niet één kluitje is waarop gekild wordt. Ja. Nou jongens, gaat vast niet het licht uit gelijk. En? Wie moet zijn task nu nog doen? Ik moet boven bij cafeteria moet ik nog wat doen. Jij moet je task maar wie, doen. Hey, iemand nee, in een task. Wie heeft de task ik heb een task gedaan. Uploaden in admin. Maar Roel, moet jij die voor jou nog, Roel? Ik moet bij cafeteria moet ik... Je bent gemute. Hey, heeft iemand Robert zien bij doen? Bij cafeteria moet ik nog wat doen. Heeft iemand Robert zien doen? Ik stond naast Rob, maar ik heb niet gelet op de ding omdat ik zelf bezig was met... Er is zeker wel bijgekomen. Als niemand anders een task heeft gedaan, is het Rob. Ik was het zeker. Heb jij die voor jou in admin gedaan, Roel? Ik moet die wiring fixen. Ook nog nee, maar je nee, moet, nee, ja, maar... Rob, luister. Want niemand heeft een task gedaan, maar is zeker wel bijgekomen. Rob, dus heb jij een task gedaan? Rob, mijn vraag is er iets bijgekomen door jouw task? Als jij dat ene draadje hebt gedaan, waardoor je dan een tweede moet... Dan is het dus Rob veilig, dan is het sowieso Chester. Ik skip fout. Ik was ook... Ja, natuurlijk, we shippen sowieso fout. Oh, ik heb dat Chester gestemd. Thanks, Koen. Loop jij in je eentje weer naar lichten toe? Ja, is goed. Joep. Maar wie is er dan zo'n mogol om dan het licht uit te zetten? Even serieus. Maar, als Koen al bij Lightning staat, waarom doe je dan het fucking licht uit? Ik moet nog twee tasks doen. Oh, je moet er nog twee? Ja, Oké, jij bent het! Nee. Ik moet nog naar Shields en Electrical. Maar ik ben de enige die net een task heeft gedaan. Je zag het balkje voorop. Ik zag het erbij komen. Daarom dacht ik van, maar wie jongens, moet er dan nog meer tasks? Ik vind Chesto zo ongelooflijk verdacht. Ja, ik ook Chesto. Dus ik ga gewoon Chesto stemmen, want ik wil over geen kies ja, van. Ja, laten we gewoon Chesto stemmen. Doe maar. Ik roep het vanaf ronde 1, maar... Hey. Oh, die heeft eruit gedaan. En jij als eerste, wie doet dat zo licht? Ja, ik dacht even nog die zelfvertrouwen opwekken, toch? Ik weet het niet. Matt kan ook gewoon heel goed wachten tot er iets gebeurt. Ik word gekild door die Kaolo Koen met zijn kaarsje. Matt, ga naar boven. Matt, nee, naar boven. Milo gaat naar boven. Ah, klote. Koen heeft me en Milo gaat Matty verdenken, want die kan Matty tegemoet lopen. Of nu kan Matty... Ja, oké. Ik ben benieuwd wat ze gaan zeggen. Zo, ik was net aan het schieten. Ik was net klaar. Het is Koen. Want? Ik zat de camps te kijken. Koen liep van cafetaria links naar die upper engine toe. En Roel en ik splitten. Bij security ging Roel naar boven en ik naar beneden. En toen was Roel ineens dood in de upper engine. Het is zeker Koen. En Koen zat ook al te kloten bij... cafetaria, gast, ik ben mijn navigation, hè? Ik heb je op de cam van cafetaria naar links naar engine zien lopen. Nee, bro, dat ben ik niet geweest. Ik ben in navigation. Ik heb daar mijn task. Ik ben helemaal rechts. Is er iemand anders bij mij helemaal rechts? Navigation? Ik ben echt schil dan, hè? Maar ik weet... Ik heb alleen Rob en Shoot gezien, dus dan moet Robert kunnen zien als jij navigation bent, want Rob liep naar boven. Ja, ik liep omhoog en ik kom Koen volgens mij wel tegen, dacht ik. En zo, ja, het enige dat weet ik niet zeker. Ik weet dat verhaal van Matty of het waar is, weet ik niet, want ik heb natuurlijk niet kunnen zien wat hij op die cam ziet. Het enige wat ik weet is dat Matt report hem net, terwijl ik echt achter Matt loop, dus hij was al net iets eerder, anders had ik hem gezien, naar boven upper engine. Maar soort, ik kwam wel vanaf beneden lopen, toen kwam Matt wel mijn soort tegemoet. Dus misschien heeft hij hem wel gereport, want hij weet, oh shit, Milo had hem sowieso vinden. Dat zou kunnen. Ja, maar dan had jij ook zo van ik vind het heel raar, ik vind het heel raar, want dan ben ik para geworden. Ik zweer dat ik jou op die ene camera links naar Enzen zie lopen. Ik weet het eigenlijk 100% zeker. Ja, dat is echt heel erg knap, man. Ik was een navigation. Ga door, Matt. Ja, dat weet ik niet. Pak hem. Of je bent echt goed aan het liegen. Ja, ik weet wel zeker, ik heb Roel een taak zien doen. Roel is het niet. Dat weet ik wel zeker. Maar heeft iemand Koen überhaupt gezien dit potje verder? Ik was het niet, nee. Ja, Koen, ja, wat ook verdacht is aan Koen. Koen en ik liepen samen in Electrical. Toen ging ik naar links, naar Lower Engine. En toen ging ineens de deur dicht en daar glipte ik net nog doorheen. Dat was dan heel toevallig aan de ik stem Koen anders is mat. Toevallig die deur aan het dicht doen.
Hou die fucking Koen in de gaten. Ik stel Koen eruit. Anders is mat. Anders is mat. Nee, maar gast, nee. Koen zegt ook niks, hè, jongens. Hij heeft zich gemute. Hij is het niet, denk ik. Of wel? Ah, tuurlijk was hij. Yes, man, bijna. Tuurlijk was hij. Niet zo twijfelaar, je man. Niet zo twijfelaar, je man. Ook zelf niet stemmen. Ook zelf niet stemmen, gewoon. We zijn op een gegeven moment zijn we van... Nee, ik had jou helemaal niet gezien, Koen. Ik had jou helemaal niet gezien. Rob zegt dat hij in navigation loopt. Nee, volgens mij wil ik hier zeker. Dat is het hebben. Nee, let op. Ik loop navigation voorbij. Daar was niemand. Dus ik zeg... Ja, dus Koen zegt, ik was in navigation. Dus ik dacht, oké, jij bent het. Dus ik zeg, ja. Je bent een second imposter of zo. Ah, je bent een second imposter. Nee, hoezo? Als jij toch op de camera ziet dat doen, dan laat je het er niet ompraten. Ja, maar ik dacht ook van, ik dacht van, nu een camera, ik was het. Ik vond het ook zo zielig dat Matt zei, of je bent echt heel goed aan het liegen. Kijk, dat wij dan niet geloven, dat kan ook hard. Maar jij ziet het zelf. Het kon toch ook testen of erop zijn. Kijk, luister. Zie je toch. Luister, ik heb misschien verloren, maar omdat Matt niet op mij heeft gestemd, vind ik eigenlijk gewonnen. Ik heb als eerst Mattie gekillt, want Matt is altijd... Nou, en daar ging Mattie. Ik denk dat hij ligt in storage. Ik kom uit electrical gelopen, ik kom vanaf lower engine. Oh, oké, Mattie is dood, ik ben het. Huh? Huh? Nou, ik kot altijd Mattie als eerst. Oh. Ik dacht nu... Maar ik was cafetaria. Hij ligt direct aan de linkerkant van storage. Als je maar electrical uitloopt en dan storage inloopt, daar lag hij direct. Ik kom nu vanaf upper engine naar reactor gelopen, want ik heb een reactor. Ik vind het wel typisch, want ik kom nu letterlijk uit electrical naar storage lopen. Dus liep jij echt 2 centimeter voor me, maar ik heb jou niet echt gezien ofzo. Ikke? Nee. Nou, Milo, dan ben je echt blind, want ik loop letterlijk nu electrical uit. Dus ik weet niet waar je stond, ik loop letterlijk nu electrical uit. Ik denk dat ik nu op de grens ben van electrical storage. Ik loop dat ik nu storage inloop. Maar jij hebt mij ook niet gezien. Hé? Ik sta letterlijk op de grens tussen de gang bij electrical en storage. Ja, ik ook! Dit is vrij sus. Dit is very sus. Het is zeker Raoul. Nou ja, maar ik ben niet. Koen, jij hebt zowel mij niet gezien als ik jou niet. Nee, maar ik... Matties lichaam ligt letterlijk op het, zeg maar, de ingang van de gang naar electrical. Ja. Electrical is links, hè, van storage. Ja. En zeg maar, daar ligt letterlijk op dat stukje. Ja, dat is heel typisch. Maar jij ziet het lichaam ook niet liggen. Ik ben nu net 1 stap storage in. Of ben ik al misschien al voorbij? Ligt hij in storage of ligt hij nou in electrical? Ja, is net storage. Je kan niet vanaf electrical storage inlopen zonder het lichaam te zien. Nou, dit is heel bizar dan. Je stemt op Milo. Hè? Hij is dat lijk voorbij gelopen. Nee, ja, ik denk dat Koen iets voor mij loopt. Maar ik word gek, ik word echt gek. Je moet snel stemmen, want de voting ends. Je kan niet dat lichaam niet gezien hebben. Maar je zeker mij wegstemmen, maar ik heb Milo echt niet gezien. Dit is echt bullshit, ik heb ook echt niks gezien. Je zal zien, ik ben het niet, maar dit is echt raar. Ik begrijp er echt een tyfus van. Oké, het is niet Chess, het is niet Rob. Ik zie iemand venten bij navigation, dat vent gebeuren. Ja, dat moet een rol. Waar is het? Ja, deze rol. Waarheen? Is rol. 100%. Ja, weet ik niet, naar cafetaria. Het is 100% rol. Naar cafetaria? 100%. Bij auto. Of naar weapons. Ik weet niet, het is 100% rol. Waar zag je een venten? Ja, vanuit navigation. Is hij naar weapons, kan dat? Ik ben daar niet heen gevent. Je komt vanaf weapons lopen, gast. Ik zie het toch. Je kan toch niet... Ja, ik ben daar niet gevent. Dat kan niet. Je kan niet van cafetaria naar... Je kan niet van cafetaria naar weapons lopen. Nee. Laat je niet omlullen door Koen. Gast, het is Roel. Dit is wel echt verprand, want je kan niet van cafetaria naar weapons. Dan moet je lopen. Ik weet niet, maar iemand vent of iemand... Je kan alleen van weapons naar navigations. En van navigation moet je dan... Als je nu niet Roel stemt, dan verlies je. Nee, Koen. Oké, dus eerst vind jij een lijk, een Milo. Ja. Gaan we allemaal lopen. Rob, wat heb jij gedaan? Ja, Rob heeft mij gestemd ook. Ik heb ook op Roel gestemd. Want Rob die is heel erg tegen gelijk stemmen. Ja, maar ik vind dit... Ja, maar Roel, jij bent het. Het kan dus ook nu gewoon een hele gore actie van Koen zijn om Rob gelijk mee te krijgen. Het is een gore actie van Koen. Oké, of het is Chesto. Maar het is sowieso niet Rob. Het ding was, ik liep admin in en toen was... Hij zegt dat iemand ziet venten, nou dan... Je kan niet iemand zien venten bij admin. Jawel, als je admin helemaal rechts staat, dan kan je navigation dat ventje zien bewegen. Koen, vanaf waar, snel, waar... Ja, kan niet eens, kut. Ik maak niet uit waar ik nu op stem, Skip. Ik skip hem wel. Oh mijn god. Nee, hij is er nog uit, toch? Nee, niet. Nee. Maar jouw verhaal klopt niet, Koen. Het klopt niet, Koen.
Je weet het zelf. Je kan niet van Cafetaria. Nee, het is zeker Roel. Of het is die Kaulo Chester. Koen is veel te boos. Wij kennen elkaar zo. Hij is het niet. Want hij wordt echt boos. Die kan hij niet faken. Zal ik hem gewoon killen nu? Ik ga hem gewoon killen voor de video. Ja, oké, okay, het is rauw. Klaar, we kunnen hem er nu uitzetten. Ik zie Rob het doen. Rob, je bent gemute. Oh, ja, ik zei dat het zeker Roel was. Waar is het lichaam gevonden? Wij waren aan het bieten met z'n drieën. Chesto, alsjeblieft. Koen wist 100% zeker dat Roel was, dus Roel had de baat Hoezo bij zou om ik dan te lopen. Chesto die gelooft toch net mij? Chesto, alsjeblieft. Chesto, even een verhaal, broer. Ik moet nu uit niets gaan stemmen. What the fuck? Rob, jij lulde net ook met de impulsen mee het vorige potje, dus... Nee, ja. Zag je Koen ook rechts, want hij helemaal links liep. Chesto, jij bent het niet, hè? Nee, 100%. Nee, Chesto is het zeker niet. Chesto kan niet, want Chesto Het moet Rob zijn. Chesto, het moet Rob zijn. Wacht maar, waar is het lichaam gevonden? Wij staan met z'n tweeën in elkaar. Chesto, Rob stil. Mag ik iets Chesto, wij staan met z'n tweeën in elkaar. Laat mij nou uitleggen waarom ik het niet ben. Ik kan het niet zijn, omdat de eerste kill, de kill op Matty, toen kon ik het niet zijn, want dan was ik niet in de buurt. Toen ging het erover of het Raoul of Milo was. Nou, ik was daar ook niet in de buurt. Stemden wij Milo, dus zo was het Raoul. Rob, dat is geen ik kon reden, het bij want ik was daar niet ook zijn. Niet in de buurt. Oh, ik was bij Upper Engine in de eerste. Maar we waren net al zo overtuigd. Waar is het lichaam nu gevonden dan? In admin. We staan dan in was elkaar. Ik met Raoul. We staan met z'n drieën in elkaar. Maar ik heb het niet gezien, want ik was die code aan het typen. Ik wil die O2 fixen. Het dat is niet waar, want ik was in mijn eentje in O2. Ja, ik zie jou naar 2 gaan, ik ga naar onder met Koen en met Rob. Ik wil die O2 fixen en Koen is in één keer dood. Fuck it. Ja, fuck it. Goed zo, jongen, dankjewel. Oh, gelukkig. Ik was echt bang dat je het zou opfokken, maat. Het is Raoul toch ook, hè? Anders word ik echt gek. Als Raoul niet is, word ik gek, boys. Echt. Oh. Tuurlijk was bro, besef. Het is echt ongelooflijk hoe close die Roel weer bij was Chesto mee krijgen. Chesto, jij bent... Ik heb op een gegeven moment mijn headset afgedaan, want ik kon het niet meer aan om te horen. Chesto, als ik zeg, het is 100% niet Rob, want dat kan niet, want ik heb Ik weet nu, Koen, ik weet nu, als jij echt zo boos wordt, dan lul je niet, zeg maar. Hij was dood, maat! Hij kan het niet zijn als hij dood is! Dat weet ik toch ook, jongen? Nee, maar luister, Chesto. Ik zeg, het is 100% niet Rob, want dat weet ik zeker. 100% niet, en ik ga dood. Dan kan het toch Rob niet zijn? Nee, weet ik toch, jongen. Ja, maar dat zeg ik. Ik zeg het nog tegen jou van Chesto. Ik was bij die vorige al helemaal vrijgesteld. En dan geloof je mij niet. Denk ik, Koen heeft 8 uur lopen schreeuwen. Nee. Dat ik het niet en Raoul had die Kaulo vent gebruikt. Jij bent niet slecht, hè? Leuze, want ik kreeg stress. Mensen, bedankt voor het kijken. Blauw duimpje zet top zijn. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Ook op Chesto. Nee, juist niet op Chesto. Die verdient het wel zo op niet. Chesto. Wel op Chesto! Je wordt bedankt voor het kijken. Tot ziens. Dit was zo kank.